Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie vertellen welke boeken ik heb gelezen in januari. Ik heb in januari 6 boeken gelezen en ik ga je natuurlijk weer vertellen wat ik van deze boeken vond en ook even waar ze over gaan. Dus mocht je benieuwd zijn welke boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Briefpost, geschreven door Chantal Klaassen. En deze komt uit de Beach Club Esperanza en dit is deel 2 uit deze boekenreeks. Dit boek gaat over Kaat en zij is na haar studie blijven hangen, eigenlijk bij de Beach Club, want daar had ze een bijbaan. En komt er een klant binnen en... die is in eerste instantie een beetje mysterieus. Dan laat hij een USB-stick liggen. Die heeft hij vergeten. Dus zij ruimt die op. En uiteindelijk komt hij dus om die USB-stick vragen. En eigenlijk bloeit er al vrij snel een leuke vriendschap tussen hun op. Deze mysterieuze man heeft de naam Olivier. En hij vertelt dan ook dat het eigenlijk niet zo goed gaat tussen hem en zijn vriendin Liv. Hij probeert zijn relatie te redden met gedichten en liefdesbrieven, maar die staan bol van de clichés. Kaat ziet er eigenlijk wel een leuk plan in en wil er alles aan doen om Olivier en Liv weer bij elkaar te krijgen. Zij schrijft dan in het geheim liefdesbrieven aan Liv, want hij heeft die brieven eigenlijk aan Kaat gegeven, zodat zij ze kan nakijken. Maar omdat die brieven dus eigenlijk helemaal niks zijn, schrijft zij die liefdesbrieven en die stuurt ze dus uit naam van Olivier aan Liv. En dat heeft wel succes, want de relatie bloeit eigenlijk wel weer op tussen deze twee. Alleen dan ontstaat er bij Kaat een beetje een... verwarring in haar hoofd, omdat zij jaloezie voelt. En ze snapt eigenlijk niet zo goed waar dit vandaan komt, want ze wilde eigenlijk toch heel graag dat Olivier en Liv weer bij elkaar komen. Zij heeft er dus best wel moeite mee om met deze gevoelens om te gaan. En hoe gezellig ze het ook heeft, ze probeert Olivier op een gegeven moment ook een beetje op afstand te houden, omdat ze merkt dat... ze gevoelens voor hem krijgt. Totdat uitkomt dat Olivier deze brieven niet zelf heeft geschreven, maar dat Kaat ze heeft geschreven. Hoe dat verder afloopt, dat ga ik uiteraard niet verklappen. Of Olivier en Liv bij elkaar blijven, zal ik ook niet verklappen. Maar ja, misschien komt er wel een mooie toekomst voor Olivier en Kaat, omdat Kaat dus gevoelens heeft voor Olivier. Dat zijn een beetje de grote vragen waar ik jullie mee achterlaat. Ik vond het zelf een heel mooi boek. Ik heb er heel erg van genoten. Ik moest wel weer eventjes wennen omdat ik het vorige boek totaal anders was. Maar ik vond het een superleuk boek in ieder geval. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Voor Altijd. En deze is geschreven door Angelique van Dongen. Dit boek gaat over Isabel. Zij heeft een burn-out gehad en wil daarna eigenlijk het roer compleet omgooien. Ze heeft een paar mislukte relaties achter de rug en ze had ook een baan waar ze nog eens diep ongelukkig van werd. En door deze burn-out wil ze eigenlijk gewoon gaan ontdekken hoe ze haar leven verder wil inrichten. Ze gaat dan op vakantie met een vriendin naar Ierland en daar hebben ze eigenlijk een hele leuke tijd en... Isabel merkt gewoon dat ze zich daar heel rustig voelt en dat ze het ook eigenlijk uiteindelijk super jammer vindt om weer terug naar huis te moeten. Het plan in Ierland ontstaat dan om een bed and breakfast daar te beginnen, omdat ze daar hebben gelogeerd ook. En dat idee spreekt haar dan ineens heel erg aan en het gaat dan ook in één keer heel erg hard. Ze besluit dan ook echt om daadwerkelijk een pand te kopen in Ierland en dus inderdaad een bed and breakfast te beginnen. Dat betekent wel dat ze moet emigreren. Ze loopt wel tegen wat punten aan, want ze heeft een buurman, die is best wel nors en die maakt haar het leven eigenlijk best wel zuur. Maar Isabel is wel vastbesloten om zich niet te laten intimideren en haar droom toch echt werkelijkheid te laten worden. Ze krijgt eigenlijk langzaam aan best wel wat klanten in de B&B.
En ja, haar leven lijkt eigenlijk best wel op de rit te komen. Ze heeft zelfs er al vrienden gemaakt die haar ook een beetje kunnen helpen in de BNB. Dus dat is wel echt super fijn. Dan ontmoet ze de neef van haar buurman, Rourke. En die komt zijn oom helpen omdat zijn gezondheid niet al te best is. Isabel weet eigenlijk niet zo heel goed wat ze met Rourke aan moet, want ze is eigenlijk een beetje bang dat hij hetzelfde zal zijn als zijn oom. En daarnaast is hij wel heel charmant en zorgzaam. Voelt zich eigenlijk best wel aangetrokken tot Rourke, maar ze wil absoluut haar droom niet opgeven. Dus haar zelfstandigheid blijft op nummer 1 staan. En dat maakt het allemaal best wel lastig, want Rourke die duikt soms ook in één keer weer een tijd niet op. Dan is die van de radar, kan ze hem ook absoluut niet bereiken en weet ze gewoon eigenlijk niet zo goed wat ze met hem aan moet. Ze adopteert ook nog een heel leuk hondje, waardoor ze ook wat minder ja, eenzaam is daar, omdat ze toch natuurlijk helemaal alleen is. Daar komen ook wat problemen mee. Dus dat maakt het allemaal best wel lastig. Of uiteindelijk Rourke toch een leukere man is dan gedacht was, dat blijkt later in het boek. Dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Ik vond het eerst best wel een beetje een lastig boek, want omdat het dan toch weer in het buitenland afspeelt en ik kan me daar zelf dan niet zo goed een voorstelling bij maken om te emigreren. Maar uiteindelijk heb ik wel heel erg genoten van dit boek en vond ik hem echt wel heel erg mooi. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Echtgenoten van Christina Louden. Dit boek gaat over Olive. Haar zus gaat trouwen met een man waar eigenlijk Olive niet heel gecharmeerd van is. En de broer van deze man die vindt ze al helemaal niet leuk, want die schijnt haar heel erg te negeren. Nadat zij een opmerking heeft gemaakt, heeft zij het gevoel dat hij haar dus compleet negeert. De bruiloft is in volle gang, maar als de gasten dan gaan eten van het buffet, wordt iedereen ineens heel erg ziek. Olive en Ethan, de broer van de bruidegom, die hebben er beide niet van gegeten, want Olive die kan niet alles eten en Ethan die houdt niet van buffetten. Alleen er is een huwelijksreis gepland en die reis die moet doorgaan, want die heeft de zus van Olive gewonnen. Dus ze vraagt dan of Olive haar plaats in wil nemen. Alleen Ethan is hetzelfde gevraagd om ook te gaan. Dus ze moeten samen eigenlijk op deze huwelijksreis, wat ze echt vreselijk vinden, omdat ze elkaar dus absoluut niet mogen. Olive is ook nog eens een tweeling, dus dat probleem dat hebben ze eigenlijk niet, want ze lijken als twee druppels water op elkaar. Ze besluiten toch maar om deze reis samen te doen, maar ze spreken eigenlijk af om dan er maar voor te kiezen dat ze de dingen los van elkaar gaan doen. Olive krijgt alleen op de luchthaven een nieuwe baan aangeboden die ze heel hard nodig heeft. En als ze er dan ook nog eens achter komt dat haar nieuwe baas in precies hetzelfde resort verblijft als haarzelf, moet ze een smoes bedenken om niet ongeloofwaardig over te komen. Dus ze besluit om te doen alsof ze net met Ethan getrouwd is en dat ze het gelukkige koppel zijn. Ze worden ook dan gelijk uitgenodigd om met elkaar te gaan eten. En dat maakt het allemaal best wel lastig, want ze moeten een toneelspel opvoeden. Dan verschijnt ook nog eens de ex van Ethan op het toneel. En blijven ze dit stukje dus ja, eigenlijk een beetje spelen. Ook worden op deze vakantie toch wel dingen uitgesproken en kunnen ze elkaar ineens toch wel iets beter begrijpen. Ja, er bloeit dan toch wat moois op tussen deze twee. Alleen het probleem is dat Olive erachter komt op deze huwelijks of op deze reis eigenlijk dat de man van haar zus Amy het eigenlijk niet zo nauw neemt en dat hij dus best wel wat avontuurtjes buiten de deur heeft gedaan, terwijl hij dus al met Amy was. En dit zorgt dus best wel weer voor een kloof tussen Olive en Ethan, waardoor de relatie eigenlijk in eerste instantie niet zo heel erg lang stand houdt. Of ze uiteindelijk de verschillen naast hun neer kunnen leggen en of ze uiteindelijk toch nog weer bij elkaar komen, dat hou ik in het midden. Maar ik vond het wel een heel erg leuk boek om te lezen en hij las ook best wel lekker weg.
Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Het kleine staatje met het grote hart, geschreven door Manuela Inusa. En dit is het boek uit de Valerie Lane reeks en dit is het laatste deel en ik heb hier heel erg naar uitgekeken. In dit boek zijn we inmiddels 3 jaar verder. In de afgelopen 3 jaar is er namelijk heel veel gebeurd in Valerie Lane. Laurie, de eigenaresse van de theewinkel, heeft inmiddels een tweede kindje gekregen. Chiara van de chocoladewinkel is inmiddels getrouwd. En Orchid is haar grote liefde gevolgd. Hoewel niet iedereen meer in de buurt is in Valerie Lane, is er toch best wel veel veranderd. Maar er heerst nog steeds een tevredenheid in het kleine straatje. Maar dan gebeurt er eigenlijk iets wat niemand had zien aankomen. En komen de vrouwen van Valerie Lane eigenlijk weer bij elkaar. Om de wens van een dierbare vriendin te vervullen. De relatie van Suzanne die loopt inmiddels ook niet meer zo heel erg lekker. Want haar vriend die is inmiddels doorgebroken met zijn band en toert heel veel. Ze besluit dan ook een tijdje om met hem mee te gaan. Maar eigenlijk voelt ze zich niet zo heel fijn meer daar. En als ze dan het nieuws te horen krijgt, besluit ze ook dat ze direct terug wil naar Valerie Lane om bij haar vriendinnen te zijn. Want er moet best wel veel geregeld worden en ze willen gewoon lekker met elkaar zijn om deze moeilijke tijd door te komen. Ik kan er eigenlijk verder niet zo heel veel over vertellen, want anders zou ik al verraden wat er gaat gebeuren in dit boek en dat wil ik juist niet doen. Het enige wat ik wel mee kan geven is dat ik echt zelf heb moeten huilen bij dit boek, omdat ik het echt heel aangrijpend vond, omdat je toch eigenlijk al 5 boeken lang de personages meemaakt en als er dan iets gebeurt wat echt gewoon niet leuk is, dan voel je gewoon een beetje het verdriet omdat je een personage dus al een beetje, ja, eigenlijk al zo goed kent. Dus dat vond ik wel heel erg lastig. Ik wil ook gelijk zeggen, ik had iets anders verwacht bij dit boek. Ik had verwacht dat het echt over Valerie Lane zou gaan, zeg maar. Waar het straatje naar vernoemd is. Maar het boek was wel anders dan ik had verwacht. Maar het verraste me ook. Al vond ik het wel een heel treurig boek. Maar ik vond het wel een heel mooi afsluitend boek bij deze reeks. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Erop of Eronder. En dit is geschreven door Stephanie van Boel. Dit boek gaat over Iris van Vliet en Finn Winters. Iris die is wel van de flirts en kortstondige pleziertjes. Maar eigenlijk vaste relaties, daar doet ze niet aan. Want ze wil een man eigenlijk niet dicht bij haar laten komen. Ze doet zichzelf dan ook dapperder voor dan dat ze is. Want dat heeft ze altijd gedaan en dat is iets waar ze heel goed in is. Op een bruiloft komt ze dan Finn Winters tegen. En hij is regerend F1 wereldkampioen. En hij hoort zich eigenlijk te focussen op het seizoen tot hij Iris ontmoet. Op de bruiloft hebben ze dan ook wat plezier. Maar Finn die is ervan overtuigd dat hij vaker Iris wil zien. En Iris wil het eigenlijk absoluut niet. Omdat het voor haar gelijk wel weer klaar is. Alleen Finn krijgt Iris niet meer uit zijn hoofd. En hij probeert eigenlijk er alles aan doen om haar telkens weer te kunnen zien. Dit valt bij Iris niet meteen heel goed, omdat zij voor haar gevoel heel duidelijk is geweest dat er niet meer is dan het plezier wat ze hebben gehad. Finn is dan toch ervan overtuigd om het hart van Iris te veroveren en gaat daardoor toch wel dingen doen om Iris te verrassen. De grote vraag is eigenlijk of Iris hier bestand tegen is. Of dat ze haar facade van de harde vrouw voor zich wil houden. Of dat ze toch voor de charmers valt van Finn. Ik vond het een heel leuk boek. Ik moest wel even goed nadenken. Want ik heb het eerste verhaal ook gelezen. Dat ging dan over de tweelingbroer van Finn. Dat vond ik ook een heel mooi boek. En in dat boek vond ik Finn niet een hele fantastisch personage. En hierin leer je dan toch een personage weer op een andere manier kennen. En toch wordt er een wat meer eigen draai aan gegeven. Dus daar moest ik eventjes
bij het terugschakelen, dat ik even terug dacht, oh ja, hoe was dat vorige boek ook alweer? Maar toen ging het lampje branden en toen had ik wel door hoe de vork precies in de steel zat. Ik vond het uiteindelijk wel een heel leuk boek. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Storm in de glas takkenthee. Dit boek is geschreven door Jacqueline van der Velde. Dit boek gaat over Sarah. Die heeft na de turbulente scheiding haar liefde weer gevonden bij Camille. En ze geniet eigenlijk met volle teugen van hun samengestelde gezin. Sarah heeft 2 dochters en Camille heeft ook 1 dochter. En ze wonen inmiddels ook samen en dat gaat allemaal eigenlijk heel gezellig. Ze werkt nog steeds met heel veel plezier in Bekels en Beans. En dit bedrijf is van mijn vriendin Marit. En ze heeft inmiddels ook wel omgang gevonden in omgang met haar Stef ex. Helaas komt er vrij snel verandering in als Stef er lucht van krijgt dat Sarah wil gaan trouwen met Camille. Stef begint eigenlijk ineens heel erg moeilijk te doen en hij probeert alles eigenlijk uit de kast te halen om Sarah weer bij hem terug te krijgen, want hij kon het eigenlijk niet verdragen dat Sarah weer in het huwelijksbootje zal stappen. Dat heeft ook wat uitwerking op haar kinderen, vooral haar oudste dochter. Die heeft er wat last van, heeft meer last van buikpijn, slaapt slecht, komt regelmatig bij Camille en Sarah in bed slapen. Dat gaat eigenlijk allemaal niet zo heel erg lekker, omdat zij dus heel erg die spanning voelt. Sarah raakt eigenlijk ook compleet in de war van alle gebeurtenissen die er ineens op haar afkomen. En ze wil af en toe ook gewoon eventjes rust. En dat probeert ze ook om wat dingen voor zichzelf te doen. Maar eigenlijk heeft ze nog steeds niet echt iets gevonden wat bij haar past. Voor Camille is het ook best wel onzeker. Want hij is eigenlijk dan toch ergens wat bang of ze niet terug zou gaan naar Stef. Omdat het haar allemaal ineens te veel wordt. Dan slaat in de familie van Sarah ook nog eens het noodlot toe en lijkt die geplande bruiloft ineens wel heel ver weg dan dat hij eigenlijk is. Want Sarah heeft nog altijd niks geregeld qua een jurk en dat soort dingen. En eigenlijk staat het hoofd van Sarah helemaal niet naar een bruiloft. Of ze uiteindelijk toch zullen gaan trouwen en of de verhouding met Stef weer een beetje normaal wordt, dat laat ik in het midden. Ik vond het zelf wel een heel mooi boek. Het boek is een vervolg van Zwarte Macchiato en Takkenthee. En ik vond dat zelf wel heel erg leuk. Want ik heb zelf van die 2 boeken ook heel erg genoten. Dus ik keek ook heel erg uit naar dit deel in deze boekenreeks. Omdat het eigenlijk met Sarah heel goed leek te gaan. Dat je dan toch in dit boek leest dat er toch wel wat hobbels zijn waar ze zich overheen moeten zetten. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. Dan waren dit al mijn gelezen boeken van januari. Ik heb er in ieder geval weer heel erg van genoten. Vooral omdat er ook een paar boeken bij zaten waar ik heel erg naar uitgekeken heb. En dan kan ik ook eigenlijk niet wachten om aan deze boeken te beginnen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien geïnteresseerd bent geraakt in een van deze boeken. Naar aanleiding van deze video. Laat het zeker even weten in de comments. Vind ik altijd wel leuk om te lezen. Wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je dus niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!